We zijn hier in het gebied landgoederenzone Baakse Beek en dat ligt er tussen Ruurlo en Vorden. De landgoederenzone is eigenlijk al decennia lang verdroogd en gaan we het watersysteem eigenlijk klimaatrobuust maken, dus het water beter vasthouden en gedoseerder afvoeren. In de afgelopen eeuw is het water echt wel 50 centimeter gezakt, het grondwater. En wat we hier willen met dit watersysteem is dat weer 30 centimeter omhoog brengen. Wat we hier nu gedaan hebben is een eerste stap en dat is aan de oostzijde. Het water werd eigenlijk richting de Berkel gestuurd, dat is het lage peil. Dat houden we nu hier op het landgoed. En in de volgende fase willen we eigenlijk dat systeem ook weer aantakken op landgoed De Wiersen. En weer doorlussen, weer terug naar de Baakse Beek, landgoed Het Mettler. Dus niet alleen de landgoederen, ook de tussenliggende agrariërs. Ja, daar zoeken we dan de samenwerking mee. Zon, zoet water, Oost-Nederland, dat zegt het eigenlijk al. Dat is het beter vasthouden en eigenlijk ook opnieuw weer benutten van dat zoet water. En wat eigenlijk wel heel mooi is op die landgoederen, is juist als je naar die cultuurhistorische laag kijkt, is dat die landgoederen in het verleden heel erg goed waren in het benutten van water. En juist dat past ook bij de landgoederen en is ook ruimte voor, omdat het en natuur is en bos en die cultuurhistorie. Dus eigenlijk proberen we ook die landgoederen juist te benutten om die weer op te laden met water en dat langzaam af te geven. Nou, wat hier zo fantastisch aan is, is dat we nu gewoon kunnen zien hoe het werkt. En wat ik heel geweldig vind, want er zijn heel veel mensen die heel veel vragen hierover hadden in het verleden. En kan dit wel en werkt dit wel? En eigenlijk, tot nu toe zie ik alleen maar mensen die er blij van worden. En daar word ik ook blij van.